leden van Jachtclub Scheveningen, beste genodigden, beste vrienden, beste mensen aan de kant. Ontzettend mooi dat jullie hier allemaal gekomen zijn om de opening mee te maken van de verlichting van de Scheveningse haven. De diva die langs zal varen en zal zingen. Saskia Brunnes, onze onvolprezen wethouder van Scheveningen, die zo bereid was om vandaag even de openingshandeling te verrichten. En ook nog een paar woorden tot jullie zal richten. Ik geef het woord aan Saskia Brunnes, de wethouder. Wethoudster, moet ik zeggen. En die zal een paar woorden zeggen en de openingshandeling verrichten. Dankjewel, goedemiddag allemaal. Wat ontzettend leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. De lichtjes zo rond de kerstdagen, dat is een traditie antwoord hier op Scheveningen. Met een ontzettend mooi initiatief van de jachthaven hier. En ik vind het ontzettend leuk om te zien hoeveel mensen hier ook aan de overkant staan, maar ook hoeveel mensen hier aanwezig zijn. En het is een heel mooi teken dat Scheveningen niet alleen in de zomer mooi en interessant en leuk en gezellig is, maar ook in de winter. Dus ik hoop dat heel veel mensen genieten van al die lichtjes. Ik wil iedereen bedanken die hier aan heeft meegewerkt. En ik wens iedereen vanaf dit moment ook alvast hele mooie feestdagen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Go! Hey. Nou, kijk eens. Hartstikke mooi, kijk, ze gaan allemaal stuk voor stuk aan. Er zijn enkele schippers wat later en enkele schippers wat eerder, maar en morgen denk ik dat er nog meer boten zijn die verlichten. Ik denk dan 9. Ik denk 7. Wat denk jij? Goedendag! Mooie stad achter de duinen! Nou, dat jongens. De schutswijn, de lange boten en het plein. Oh, Goedendag! Ik zou met niemand willen ruilen.
wat ik graag ineens zal zijn. Annemie verklapte mij dat ze eigenlijk ook heel graag als diva had willen optreden. Maar ze stonden weer in de keuken en dat ging weer fantastisch vanavond. Maar als je vandaag even op in laat werken en even kijkt wat er allemaal gebeurd is, dat is echt helemaal fantastisch. Even de grote kerstboom, de dame, Victoria, de drijvende dame. En dan de maaltijd, het eten, de bediening, de cadeautjes, de sponsoring. En de geweldige filmpjes, O.O. Den Haag en de bezingen. En dan zie je dat met O.O. Den Haag begint die club echt te glimmen. En dan heeft iedereen elkaar zijn zin, et cetera. Bij de prijsuitreiking, niet de Vito. En heb jij allemaal mogen samen met de hele groep bezig. En Wim is altijd zo vriendelijk, die had hier bij ons even op de rol die zit. Ik moet hem even bedanken. Hilda! Ik ben op 300% weer. Dat is één geweldig applaus voor Boris. En de vrijwilligers.